We blijven in het zuiden en gaan nu naar Heerlen op de Rijksweg A58. Wil en Jean-Pierre zien voor hen een klevende BMW. Kun je afstand zien? Ja, nee, moeilijk. Ja, je hebt er wel dicht op hoor. Het houdt niet over. Nee. Kan je het bij de volgende ook doen? Met die rechts inhalen. Ja, als kijk het dan. Ja hoor. Gaat hij gewoon doen? Ja. Eens kijken of we het kleven nog vast kunnen leggen. Maakt er inderdaad wel een structureel dingetje van. Het is niet... Hij gaat ook een beetje links van die auto's zitten. Een beetje wegduwen. Dat hebben we nu ook weer inderdaad. Ja, dit is echt heel kort hoor. 128 km per uur. Kan me gelijk meenemen op tankstation zo meteen. Ja. Wil spreekt de bestuurder aan. Goedendag meneer. Ja. Politie team verkeer, video surveillance. Ik had graag uw rijbewijs ingezien. Jazeker. Ja, we hebben een video gemaakt van uw rijden. Ja. Die wou ik u graag even laten zien. Als u gewoon bij ons even rechts voor in plaats neemt. Oh, even kijken. Lukt aan. Het gaat nu niet om uw snelheid. Het gaat om het feit dat u continu... En die jeep die haalt u zo meteen rechts in. Gaat u naar rechts, naar rijstrook 2. Ja. Maar die jeep die kan niet terug naar rechts, want daar rijdt u. Nee. Op zich mag je niet rechts. Hij gewoon rijdt op tweede rijbaan. Ik volg hem. Ja. Dat is genoeg plek, maar ja. hij houdt niet van die regels. En hij gaat niet naar rechts kijken. Ja. Maar daarbij komt het feit is dat inderdaad wat u ook op de 58 doet, en dat doet u ook hier, u rijdt steeds naar uw voorganger toe en dan gaat u heel kort achterop rijden. De ordelijke afstand tussen u en uw voorganger die is heel kort. Ik moet veilig de distance blijven. Ja, maar dat doet u niet. Je gaat nooit accident. Ja. Het is een veilig distance. Nee, dat is geen veilige afstand. Wat is de veilige afstand? 5 meter. Nee, geen 5 meter. Nee? Nee. Ik heb mijn rijbewijs opgehaald. Dat was 3 jaar geleden. Dus en waar heeft u rijbewijs gehaald? Litouwen. Daar zal het aan liggen, denk ik. Die man, die... Ja, maar die meneer in die golf, die vindt het niet fijn. Ziet u hoe kort uw achteruit rijdt? Een streep in Nederland is 3 meter. En de ruimte ertussen is 9 meter. Dat wist ik niet. Alleen, het is, die man die voelt zich ook niet prettig. Want die ziet in één keer zo heel de tijd zijn auto in zijn spiegel. Die mensen rijden 120 en gaat niet naar rechts. Ja. En het is genoeg plek. Ja. Dat begrijp ik niet. U moet gewoon voldoende afstand houden. En dat doet u niet. Ja, maar ik wist niet dat in Nederland is 2 seconden. Ja. 5 meter is 5 meter. Ja. Maar 5 meter met een snelheid van 130 km per uur is geen veilige afstand. Dat is volgens mij ook in Litouwen niet. Ja. En ik zeg, gebeurt het nou 1 keer of gebeurt het tijdens het naartoe rijden, nadat je dan de afstand iets korter wordt, dat begrijp ik helemaal. Maar u doet het gewoon consequent bij elke auto. Elke auto die voor u komt, daar gaat u naartoe. Daar gaat u heel kort op. En ik weet niet of dat misschien iets is wat u zelf heeft aangeleerd. U gaat een beetje links rijden, een beetje links ervan. U duwt ze eigenlijk een beetje naar de andere rijstrook. En dat is eigenlijk het kwalijke ervan. Vandaar dat u ook een bekeuring krijgt van mijn collega voor het onvoldoende afstand houden. Oh, echt? Echt waar. En voor het rechts inhalen. Wat hebben we gezegd? Wat krijg ik? Een bekeuring. Bekeuring is gewoon zeggen dat volgende keer... Nee, dat is een waarschuwing. Waarschuwing? Ja, u krijgt een bekeuring. Dan krijg ik een boete of zoiets? Ja, u krijgt inderdaad een bekeuring omdat u... De onderlinge afstand. Dat gaat mijn collega zo meteen mededelen. Het rechts inhalen is 230 euro. Echt? Ja. En het kleven, dat bepaalt het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat hun het sanctiebedrag bepalen. En dat kan zelfs eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid zijn. Ik ga het rijbewijs teruggeven. Dank u wel. U mag nog eventueel een advocaat bellen voordat u een verklaring geeft. Ja. En u bent niet tot antwoorden verplicht voor ons. Wenst u een verklaring bij het procesverbaal? Ik wilde zeggen dat de mensen gewoon kijken niet naar de spiegel. Er is echt veel ruimte op rechte rijbaan. Maar zij kijken niet naar de spiegel. Oh, dus ik wilde gewoon laten zien, kijk, ik ben vlakbij. Op je brillen opzetten of zo. Oké. Ja, duidelijk. Ik krijg een boete in mijn huis. Hè? Ja, ik kom gewoon thuis gestuurd. Oké, dankjewel. Nou, goede reis naar Litouwen. Het rechts inhalen kost 230 euro. Voor het kleven heeft de officier van justitie een boete opgelegd van 1000 euro.